We zitten hier bij Johan Derksen om te praten met hem naar aanleiding van zijn gewaagde uitspraken in Voetbal International over Marokkanen. Johan, bedankt voor je tijd dat je ons wilde ontvangen. Graag gedaan. Laat ik beginnen met morele verplichting. Je had het over dat Marokkanen moreel verplicht zijn om voor Nederland te kiezen. Wat bedoel je daar precies mee? Ik zou het voelen als een morele verplichting. Kijk, we hebben het over Marokkanen, maar het zijn ook Nederlanders. En we hadden het over Labiat, hè? Ja. Die is niet in Marrakesh geboren, maar die is in Utrecht geboren. Ja. En die is in Nederlandse school gegaan. Die is omarmd door de Nederlandse maatschappij. Dat is van zijn voetzolen tot zijn kruin is dat eigenlijk een Nederlander. Hij heeft Marokkaanse voorouders. De Marokkaanse jeugd heeft hoe dan ook. Tijl Uilenspiegel die zei altijd, ze hebben een hekel aan mij, maar ik heb het erna gemaakt. En de Marokkaanse jeugd zal het ook gedaan hebben. Die hebben een negatief imago in Nederland, hè? Waardoor de kreet kut Marokkanen een eigen leven is gaan leiden. Hè? Generaliserend als ze zijn, komen we daartoe. En dan denk ik, goh, als dat soort topsporters, als die nu door kunnen dringen tot de absolute top, dan zouden die jongens eigenlijk als een soort loyaal gebaar naar de Nederlandse samenleving het oranje shirt moeten dragen. Want ze zijn Nederlander. Ze hebben hier van Nederland gebruik gemaakt en Nederland wil ook gebruik van hen maken. En dat zou zo goed zijn als voorbeeldfunctie om het imago van al die Marokkanen, om dat wat op te krikken en typisch als Wilders niet de kans te geven om daarop af te geven. Maar ik heb het met de beste bedoelingen gezegd. Maar je komt meteen tot de conclusie dat als je iets over Marokkanen zegt, het woord Marokkaan, dan wordt het heel gevoelig. Want ik heb alleen maar reacties gehad van dat ik een soort Wilders was. Terwijl Wilders wilde Marokkanen het land uit en ik wil ze juist in oranje. Dus ja, dat is een essentieel verschil. Dat klopt. Maar ik geloof dat ze nu weer gevallen zijn over die morele verplichting. Nou, ik zou het als een morele verplichting voelen. Want alles wat je hebt, heb je te danken aan Nederland. Ja. Doe dan ook wat terug voor Nederland. En dan heb ik er begrip voor. Als je niet goed genoeg bent voor het Nederlands elftal, dat je dan zegt, goh, ik heb nog een tweede nationaliteit en ik wil wel als international spelen, dan speel ik voor Marokko. Ik vind het geweldig wat Afellay gedaan heeft. Ik denk dat Afellay heel veel goed werk gedaan heeft voor het imago van de hele Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Nou, daar zijn we het mee eens. Afellay heeft inderdaad heel veel goed werk gedaan. En zo zullen er ook meerdere jongens voor het Nederlands elftal kiezen. Maar is voetbal ook niet een beetje een gevoelsport? Hè? Dat je ook op een gegeven moment zoiets hebt van, je zegt het zelf goed, je wil hoger, je wil naar de top. Niet iedereen is ook goed genoeg voor het Nederlands elftal. Je moet er ook maar voor gekozen worden. Die jongens spelen al bij Nederlandse clubs, brengen ook heel veel voor de Nederlandse clubs. Denk aan een Karim El Amadi bijvoorbeeld. Denk aan Mounir El Hamdaoui, ja, de betere tijden bij AZ. Nu moet ik je even interrumperen. Ja. Ze brengen veel, heel veel vind ik overdreven. Ze brengen veel en ze krijgen daar ook heel veel geld voor. Ja. Ongegeneerd veel geld, want ik vind ook de houding van Labiat, daarom erg ik me een beetje aan die jongen. Ik vind het namelijk een beetje een snotaap die voor de muziek uitloopt. Want Labiat is door PSV gescout en PSV heeft een vermogen gestoken, geïnvesteerd in die jongen, in de jeugdopleiding, hebben hem helemaal begeleid. Hij heeft van Rutte een kans gekregen in het eerste elftal. Hij is meer en meer gaan verdienen en nu loopt zijn contract af. En dan gaat hij met een advocaat en zijn vader kijken of er ergens een regeltje in staat. Maar dat is toch de fout van PSV, Johan? Dat kun je toch Labiat niet aanrekenen? Dat heeft PSV dan toch gewoon niet goed gedaan? Die hadden hun huiswerk toch beter moeten doen? Ja, maar het is wel heel hebberig om een advocaat een zin juridisch uit te laten leggen in jouw voordeel, terwijl PSV hem een contract aanbiedt waardoor hij financieel onafhankelijk is. En net zoals ik het de morele verplichting vind voor zo'n speler als Labiat dat hij het oranje shirt zou moeten gaan dragen, vind ik ook dat PSV heeft nu alleen nog maar geïnvesteerd in hem, heeft nog niet zoveel teruggegeven, dat hij nu als dank voor een waanzinnig salaris, waardoor hij nooit meer hoeft te werken, iets teruggeeft aan PSV. En als hij dan 3 jaar verder is en dan eens zegt van, goh, nu hebben we voor wat hoort wat, we hebben elkaar nu gepleased en nu ga ik eens kijken of er een grote club is. Nou, duidelijk wat je mening betreft over Labiat, hè. Dat is natuurlijk gewoon, je gooit het daar ook niet op zijn Marokkaan zijnde, maar puur de jonge Labiat. Labiat was het onderwerp aan tafel. Precies, hè? Precies. Daarom kwamen we ertoe. Inderdaad, want op een gegeven moment kwam die Marokkaanse afkomst om de hoek kijken en je gebruikte ook het woord profiteren. Je begon zelf heel goed net door te zeggen dat de jongens hier geboren en getogen zijn. In welk opzicht vind jij dat zij meer profiteren
van sociale zorg of sociale zekerheid dan autochtone Nederlandse jongens? Want je brengt het toch met dat Marokkaans zijnde met elkaar in aanraking. Is dat niet een beetje een ongelukkige uitspraak geweest? Ja, maar zo kun je alles ongelukkig uitleggen, want jullie, als ik nu even jullie mag zeggen, zijn overgevoelig voor ieder woordje. Hè? Maar de Marokkaanse ouders die zijn ooit naar Nederland gekomen, er is gezinshereniging geweest, dit is de generatie die in Nederland geboren is. En ik denk, we profiteren allemaal van onze welstaat, hè, in verhouding. Er is wel een crisis, maar het is nog een redelijke welstaat. We hebben geen klagen. En als mensen hier geadopteerd en omarmd zijn, kom erbij jongens, en vanaf nu af aan zijn jullie ook Nederlanders, dan vind ik het wat lomp om dan te zeggen, nu kan ik wat terugdoen aan dat land en nu ga ik voetballen voor Marokko. Maar vind jij nou echt dat de jongens niet genoeg terugdoen voor het land? Want het lijkt net alsof het hele leven dan alleen maar bestaat uit voetbal. Terwijl die jongens gewoon hier een opleiding hebben genoten. Ze dragen belasting af en niet de minste bedragen. Dus ze betalen al heel veel aan de staat. Ja, absoluut. Iedereen. Ja, dus ook deze jongens. Dus in hoeverre, ja, ik vraag me dan af wat die morele verplichting is. Of dat ze in jouw bewoordingen niet genoeg terugdoen voor dit land. Terwijl ze toch buiten het voetbal om eigenlijk ook heel veel teruggeven aan Nederland. Nou, ook een hoop ellende, hè? In welk opzicht? Nou, we zitten hier in Gouda. Losgezien van die hangjeugd en die paar verdwaalde Marokkanen. Ja, we hebben het over Labiat. Labiat en een speler, die zouwen nou aan dat probleem veel kunnen maar doen. Maar dat doen ze toch al, Johan? Dat doen ze ik toch al door te laten zien dat ze het kunnen maken bij Feyenoord en PSV. Maar ik vind jullie zo hypergevoelig in deze zin. Ik heb helemaal niets meer zegt. Nee. Het is. Ik vraag het je. Het is mijn mening. Uiteraard. En als ik Labiat zou heten, dan zou ik zeggen, ik teken een contract bij PSV en daarna ga ik weg. Dan heeft PSV ook wat aan mij gehad. Nu heeft Labiat alleen wat aan PSV gehad. Ja. En ik zou zeggen, Nederland heeft mij zo gastvrij ontvangen. Mijn familie. Ik ben min of meer verplicht om iets terug te doen voor Nederland, want ik heb de kwaliteiten om een bijdrage te leveren aan Nederland zelf al. Ik kies voor Nederland, want ik ben hier geboren en ik zal waarschijnlijk de rest van mijn leven hier ook wonen. En dan denk ik van, en dat veronderstel ik, dan denk ik dat ze zich laten leiden door onderbuikgevoelens, dat verre familieleden in Marokko. Misschien hebben ze daar niet eens familie aan. Het kan ook een sportieve keuze zijn. Nee, dat is het niet. Want als je volledig bestand hebt, kies je altijd voor Oranje en nooit voor Marokko. Maar je hebt ook Chatli gezien bij Twente. Ja. Die heeft voor België gekozen. Prima. Die is weggezet als een landverrader. Ja, door een groep. Maar dat is weer altijd een kleine groep die op die sites hem zal wegzetten als een landverrader. Maar er zijn ook heel veel mensen die zijn trots op Afellay. Die zijn trots op een Chatli. Heel veel Marokkanen zijn echt trots dat Afellay het Marokkaans elftal speelt. En in Marokko wordt hij op handen gedragen omdat hij voor Nederland speelt. En in Marokko wordt hij op handen gedragen dat hij voor Nederland speelt. Maar iets anders, Johan. Vind jij het ook niet een kwestie van een stukje erkenning van de Nederlandse voetbalschool wanneer goede Marokkaanse voetballers vanuit Nederland of Frankrijk, hè, Frankrijk heeft in principe hetzelfde, worden gekozen door Marokko? Is dat niet een stuk erkenning van de Nederlandse voetbalschool in het buitenland? Stel dat Marokko zich kwalificeert voor het WK. Dan is het toch geweldig dat jij straks kan kijken naar een Marokko wat 3-4 basisspelers heeft uit de Nederlandse competitie. Dat is toch ook een stukje credits voor Nederland? Nou, dat interesseert me helemaal niets. Nee, dat zal voor jou gelden, omdat jij ook Marokkaans bloed hebt. Maar dat interesseert mij helemaal niets. Ik zie Labiat als een in Utrecht geboren jongen, als een Nederlander. En ik vind het raar als een Nederlander voor Marokko kiest. En nogmaals, wanneer die niet goed genoeg is en niet in aanmerking komt, volste begrip. Maar in dit geval vind ik dat vreemd. En wij denken daar blijkbaar anders over. Ja, dat is goed. Ik zou altijd voor Nederland kiezen. Ja. En ik zou heel loyaal zijn ten opzichte van Nederland. En ook nu in deze fase ten opzichte van PSV. En ik zou dat hele vele geld, wat blijkbaar in Portugal op hem ligt te wachten, even voor mij uitschuiven. Ja. Om niet als een egoïst over te komen en PSV met lege handen achter te laten. Nou ja, goed, dat punt is duidelijk. Over PSV, dat is in principe de mening. Dat heeft niks met het Marokkaanse te maken. Maar ik vind wel, het is slechts mijn mening. Ja, en er is maar één man die het bepaalt. Dat is Labiat zelf. Uiteraard. Daar zijn we het over eens. Maar zo zie ik het. Ja, nee, uiteraard. En ik respecteer iedere afwijkende mening. Nee, sowieso. Dan hoeven we daar niet mee eens te zijn. Om het niet met elkaar over eens te zijn. Iets anders. Je had het een aantal jaar geleden had je het over Douglas. Dat is een Braziliaanse speler. Die slechts, 4-5 jaar in Nederland speelt.
En daarvan vond jij het een verrijking voor het Nederlands elftal. Die man heeft zijn hele opleiding in Brazilië gekregen. Was het dan niet logischer geweest volgens jouw mening, volgens jouw redenering, dat hij voor Brazilië zou moeten kiezen en niet voor Nederland? Nee, want Douglas stelde in Brazilië helemaal niks voor. Douglas was een speler uit de lagere regionen, was helemaal geen profvoetballer. Maar Douglas had het lichaam van een atleet, die is hier in Nederland verdwaald en die kon een bal recht vooruit schieten. En toen dachten die trainers, dat soort fysieke kracht, dat missen we in Nederland. Het is een Braziliaan, dus misschien heeft hij wel wat aanleg. Toen zijn ze met Twente, met de ruwe diamant Douglas gaan werken. En dat is wat geworden. Dat is iets geworden waarvan we in Nederland heel weinig hebben. Sterke centrale verdedigers, sterk in de lucht. Daarbij liep hij tegen een Nederlands meisje aan en is hij met die Nederlandse getrouwd en heeft hij al een kind. Dus die jongen die heeft zich blijvend gevestigd in Nederland. Dat vind ik een beetje appels met peren vergelijken. Ligt iets anders. Want het is niet zo dat wij profiteren niet van de Braziliaanse opleiding, want die heeft hij niet gehad. Hij was gewoon een soort ruwe diamant, een natuurtalent, die daar eigenlijk niet aan de bak kwam, want daar houden ze niet van die domme grote spelers. Weet dus je Nederland als tweede keuze eigenlijk voor hem? Nou ja, die jongen die zal de ambitie gehad hebben om door te breken bij de echte Braziliaanse voetballers. Maar daar was hij niet goed genoeg voor. Goed, maar kijk, de Labiats, dat zijn aanvallers en spelers die een opening kunnen creëren. En Douglas is met alle respect een domme kracht die alleen maar tegen kan houden. Ben je een beetje verbitterd dat die Marokkanen voor Marokko kiezen? Wil je ze zo graag in het Nederlands afkomen? Ik raak toch niet verbitterd omdat een speler voor een ander land kiest. Nee, maar zoiets komt aan tafel en ik zit daar om een mening te geven. Ja, en dat is mijn mening. En je hebt twee soorten mensen in talkshows. Je hebt de demagogen die precies zeggen wat het volk wil horen. En je hebt de types zoals ik, die gewoon hun eigen mening geven. En dat betekent dat je altijd hele eenzame verjaardagen hebt. Ja, uiteraard. Want dan vinden ze je allemaal een paardenlul. Nee, ik moet je eerlijk bekennen. Ik vind het geweldig om naar je te kijken. Je hebt altijd wat dat betreft een mening die recht door zee is. Maar het gaat even om een aantal principes die je daar neerlegt. Hè. Waar ik wat vraag maar jullie, ik vind dat jullie wel overdreven principieel worden wanneer het alleen maar over het onderwerp Marokko gaat. Jullie zijn wel erg gevoelig. Nee, want weet je wat het probleem is? Het ging op een gegeven moment over de speler Labiat. En daar had jij inderdaad echt een aantal inhoudelijke argumenten voor. Zonder dat Marokkaans zijnde erbij te betrekken. Maar toen Emile Schelvis begon over het Olympisch elftal van Marokko, toen haalde hij die Marokkaanse afkomst daarbij. En dat vond ik persoonlijk, dat is weer mijn mening, vond ik niet terecht. Want je had het over profiteren. Dan denk ik van, nou ja, die jongens die profiteren ook helemaal niet van sociale zekerheid, want ze werken gewoon voor hun geld. Ze geven ook genoeg terug aan de Nederlandse samenleving, doordat ze een rolmodel zijn voor andere Marokkanen om het ook hoger op te zoeken. En mij persoonlijk interesseert het niet welk voetballand ze kiezen. Je kiest datgene waar je goed bij voelt. Nee. En waarvan je denkt van dat je daar kans maakt om daar ook hoger op te komen. Ja, maar dus, kijk, ik begrijp jouw theorie wel. En dan heb ik weer het gevaar dat ik als een of andere rechtse reactionair overkom. Maar doordat vader Labiat zich ooit in Nederland gevestigd heeft, is de kleine Labiat opgegroeid in Lui-Lekkerland. En in dat kader is hij met zijn kont in de boter gevallen. Ja, maar daar kan hij niks aan doen. Daar kan hij niks aan doen, maar hij heeft hier in zijn jeugd een veel prettiger en rijker leven gehad dan dat hij in Marokko ooit zou hebben. En dat gun ik hem van harte, want hij is Nederlander. Ja, laten we dat niet vergeten. Ja. Maar ik heb mijn twijfels of hij dat wel realiseert. Want als hij dat zou realiseren, dat hij zoveel aan Nederland te danken had, dan zou hij misschien wel iets terugdoen door een oranje shirt te dragen. Dat doet hij al, Johan. Dat doet hij ook. Daar verschillen we echt met elkaar van mening. Ik vind persoonlijk dat hij dat wel doet. Is er wel eens een Marokkaan die in jouw ogen iets verkeerds doet? Ja, zeker. Ja? Absoluut. Je had het net over de Marokkanen in Gouda. Daar refereerde je aan. En ik denk dat we daar elkaar kunnen vinden. Zo'n groepje hoor. Ja, kijk, ja, dan is hetzelfde. Kijk, met Marokkanen is het hetzelfde dan met Feyenoord supporters. Er moeten wat agenten een pistool trekken bij Feyenoord. Omdat ze het Maasgebouw bestormen. Maar we vergeten dat er in de Kuip 42.000 mensen zitten die zich voorbeeldig gedragen. Precies. Nou, dat hebben we hier in Gouda ook. Precies. En daarom zeg ik ook, op een gegeven moment, je had het. Ik weet dat je het niet zo bedoelt, hè, dat geef je ook aan. Maar op een gegeven moment, de manier waarop je het in dat programma bracht van de Marokkaanse afkomst van de jongeren en dat zij eisen dat ze met respect worden behandeld, dan denk ik bij mezelf, als ik kijk naar een Aissati en naar een El Amadi van Feyenoord, en zo zijn er nog een aantal, die gedragen zich toch altijd heel voorbeeldig, heel nederig, eisen geen respect. Maar ik moet wel zeggen, als er een Marokkaanse speler is die kritisch benaderd wordt, dan is het woord respect het eerste wat over zijn lippen komt.
Ja, goed, dat is niet alleen bij Marokkanen. Dat hadden we in de tijd ook met de Surinaamse voetballers, met de kabel. Ja, maar die staan er wat anders in. Ik vind dat het Marokkaanse volk, waar jij ook deel van uitmaakt, dat hij daar erg gevoelig voor is, maar overdreven gevoelig. Wij zijn in Nederland... Het levert toch leuke discussies op? Oh ja, nee, maar ik heb ook niks tegen een leuke discussie. Maar ik vraag me af, hebben jullie wel zelfspot? Kijk, oh, wij, Najib Amhali, de zelfspot erbij uitstek. Ja, ja, ja. Het is niet zo dat als ik die man zie, dat ik me op de dijen sla van het lachen. Ik ook hoor. Niet. Dus de eerste Marokkaan waar ik spontaan op moet lachen, ja, die moet nog tegenkomen. Okay. Maar jullie nemen het allemaal wel erg serieus. En wij Nederlanders, die kunnen met een cynische ondertoon, ja, en wat zelfspot, meer tegen dat elkaar zeggen. Dat weet ik. Maar dat is alleen maar goed. Dat weet ik. Ik zeg nogmaals, je hebt een eigen mening. En ik vroeg je alleen maar puur om wat opbouwende argumenten. Maar als ik een lans breek dat een Marokkaanse voetballer, en dat is dan een verkeerde term, want het is een Nederlander, maar laten we het even een Marokkaanse voetballer noemen, in oranje moet, ja, dan doe ik dat met de beste bedoelingen. En voor oranje, en voor Nederland, en voor die jongen. Oh, maar dat twijfel ik ook niet aan, want dezezelfde Labiat, die is nu al bezig met zijn gedrag bij PSV. Kijk, hij wordt nu, broekje als die is, al uitgefloten en door het publiek uitgekotst, ja, vanwege zijn houding, poen en... Ja, maar 19 jaar, joh. Ja, wat precies. Verwacht je? Nou, dan word je niet goed begeleid. Dan is zijn vader omstandig of zijn zaakwaarnemer. Maar hij moest zich realiseren. Hij wil op dit podium wil hij spelen. Ja, ja, dan word je beoordeeld, ja, en soms, ja, wel eens veroordeeld. Maar dat is terecht. Dat is helemaal terecht. Ben jij tegen dubbele paspoorten? Nee, want mijn vrouw heeft er één. Oh, kijk, ja, eens aan. Ja, jij... nee, daar zie ik... Kijk, daar kan iemand niets aan doen namelijk. Nee. En als er een wet komt dat je voor één van twee moet kiezen, ik denk dat die wet er nooit komt, dan gaat dat pas spelen. Maar mijn vrouw is half Frans en dan heb je ook problemen in de familie. Niet met mijn vrouw, maar mijn zwager, die krijgt dan een oproep voor het Franse leger. Dus die heeft hem gauw ingeleverd. Geleverd, ja, terecht, hè? En terecht. Ja. Nou Johan, dankjewel voor dit gesprek. Nee, graag gedaan. Je hebt een hoop verduidelijkt. En ja, nogmaals, we verschillen met elkaar van mening. Je gaf het ook aan, dat is alleen maar goed. Ja, en ik heb in dit gesprek toch geen enkele keer het woord respect gebruikt om dat op te eisen. Hopelijk. Nee, 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 nee. Maar dat is ook niet nodig, want ik vind het vanzelfsprekend dat je elkaar respecteert. Zo is dat. Ja? Hartstikke bedankt. Oké, graag gedaan. Goed.